De vereniging bestaat straks 115 jaar en daarom baat alles vandaag in een retro-sfeer. De muziek die is retro, het bestuur is vandaag ook retro en de shirts zijn prachtig retro. Alleen de scheids, die is 29 jaar, hij heet Erik Lambrechts. Wie weet is de score in Cercle KV Mechelen straks ook wel retro. Het was even Van Rozen. Nu Reis. Cabananga, goed gevonden. Nog altijd Cabananga. Het schot, wat een knal. En een goede redding ook van Biebouw. Gomsi nu. Trajkovski, De Witte. Dat zijn vier baltoetsen en aan vijf komen ze niet. Het is heel pijnlijk om te zien voor Frank Verkouteren. Hoe zijn team er totaal niet in slaagt om enige grip op de match te krijgen. 20 minuten zijn we ver. Daar kruipt Danen naar binnen. Smolders is de vrije man en weer Biebouw. Ik denk niet dat het nog lang kan duren op deze manier. Want voetballend komt KV Mechelen overal tekort. Het is haast onbegonnen werk, maar daar is Cordaro. Plaatsbal Cordaro! Een prachtig moment van Alessandro Cordaro is eigenlijk een opschudding. Want KV Mechelen zat totaal niet in de wedstrijd. Offensief stelde het helemaal niks voor. En er stond maar één combinerende ploeg op het terrein. Tot in minuut 33. Een plaatsbal van Alessandro Cordaro. Kosanovic, dat is een strakke bal voor Cordaro. Prachtig van Kosanovic. Cordaro, 0-2 had zomaar gekund. En hij krijgt ook een penalty. Het juichgebaar van Cordaro nu al. Voor een actie die voor 90% van de schoen van Kosanovic komt. Er is protest, maar er is vooral ook een penalty. Dat is het talent van Kosanovic. En dan denk ik dat Cornelis de bal raakt. Het is moeilijk te zien. Misschien op dit beeld. Raakt hij de bal net wel of net niet? Het oordeel van Lambrechts is strafschop. Zet de Witte. Vier penalties heeft hij al binnengetrapt. 4-4. Het wordt 5-5. 0-2. Sensatie in Jan Breidel. 8 minuten voor de rust. En de vereniging, die op een gezellige retroavond had gehoopt, gaat met een naar gevoel de rust in. Cornelis. Gomsi met een overtreding. En hij gaat een tweede geel krijgen. En dat is rood voor Gomsi. Ja, en zo moet KV Mechelen nog bijna 40 minuten met een man minder. In de 8e minuut van de tweede helft. Ja, een compleet overbodige overtreding van Gomsi. Dit is die eerste gele kaart. Ook al volledig overbodig. Wils. Ze gebruiken goed nog die flanken en de ruimte bij Cercle. Smolders. Prachtige uithaal was het. Zou je zeggen. Als hij had gezeten. Wat rest er nog? Iets meer dan een half uur voor Cercle. Om het helemaal op te buigen. Uchebo. Ja, de actie van Buil. Nog altijd Buil. Buil en weer Biebouw. Wat schudt hij toch allemaal uit zijn mouwen? Wouter Biebouw. Hij is in die eerste driekwart van de match gewoon een knalprestatie aan het leveren. Cordaro en Mokulu. 2-2. Cordaro, Mokulu met de typische kap. Nog een kap. Mokulu. Het is tegen de knieën van Del. En dus blijft alle spanning in de wedstrijd. En dit kan natuurlijk nog wat worden met Cordaro. Heeft hij wat over? Gaat hij de paas nog verzorgen op een invaller van Lerbergen? Jordi van Lerbergen. Ah, het was niet helemaal met overtuiging daar, dat schot. Het zou de 0-3 betekend hebben. Cornelis. Geregeld vinden ze wel een vrije man. Maar uiteindelijk belandt het toch maar in het pak. En dan moet hij goed vallen. Nu bijvoorbeeld. Nu wel, uit de draai. Cabananga. En er is nog tijd. Want 3 minuten plus die extra tijd.
Maar voor een echte retro scoren is het toch wat te laat, denk ik. 1-2. Spannend en prangend wordt de slotfase. Minstens 4 minuten. Het is nog een eeuwigheid. Zeker als Cornelis daar nog in droppositie komt. Daar zijn ze weer. Ola! Ola! Ja, hij zit erin. Nu al de gelijkmaker. En wie is het? Het is Buil. Het is Lorenzo Stales. Die ook ontploft. En het is nog niet afgelopen. Bibal. Alles pakt hij. Maar twee toch niet. En de bonus is kwijt. En de zege die KV Mechelen de redding zou opleveren, die komt er niet. 1, 2, 3. Dat is wat ze willen. Maar iemand die de bal wegkopt. En nu gaan het echt de laatste seconden worden. Het mag nog. Nog een bal van Buijsen. Nog eens droppen. En daar is hij wel. De 3-2. Echt waar. Echt wel. En wie is het? Het is Nouts. Het is de man van Racing Mechelen. Die daar even gespeeld heeft. Die KV Mechelen doodknijpt. En dan krijg je een retro score. Daar hadden we toch allemaal op gewacht. 3-2. Dus zo goed als zeker de redding voor Lorenzo Stales. En KV Mechelen was er heel dichtbij. Maar Komsi zal het zichzelf beklagen.